Naar aanleiding van de FIBA 3x3 Kreeland World Cup in Antwerpen wilden we de 3x3 basketbalsport en ook het WK zelf zoveel mogelijk promoten. En vandaar dat we initiaties hebben opgestart in de lagere school in Antwerpen. En om ons daarbij te ondersteunen zochten we nog lesgevers en zochten we eigenlijk vooral een betrouwbare partner die die lesgevers kon voorzien en ons kon helpen bij de uitrol van de initiaties. Vandaar dat we bij Sportwerk hebben aangeklopt. Basketbal Vlaanderen is naar ons gekomen met de vraag of dat wij 3x3 basketbal mee wouden promoten bij lagere schoolkinderen. Wij zijn daar direct mee aan de slag gegaan en wij hebben in ons netwerk van coaches en lesgevers gevraagd wie er zin heeft om mee te werken aan dat project. Er zijn een heel aantal geïnteresseerden uit voortgekomen en samen met Basketbal Vlaanderen hebben we dan een bijscholing georganiseerd. Een bijscholing waardoor dat de lesgevers goed wisten wat er van hen verwacht werd. En dan is het project van start gegaan en dan zijn we eigenlijk tijdens de hele duur van het project in nauw contact gebleven met Basketbal Vlaanderen over de invulling van de opdrachten. Wij waren heel tevreden over de samenwerking met Sportwerk. Doordat ik altijd contact had met dezelfde persoon, liep de communicatie en de inplanning heel vlot. Dus ik weet in het vervolg dat we, als we nog evenementen doen of dergelijke initiatieven, dat we daarvoor bij Sportwerk terecht kunnen. Dus federaties die graag een sport of een tak binnen hun sport willen promoten bij kinderen, jongeren en jeugd, die graag het voorbeeld van Basketbal Vlaanderen willen volgen, mogen zeker contact met ons opnemen. Wij zullen hem met open armen ontvangen en zo meewerken aan de professionalisering van hun sport.